Goedemorgen, Ellen Overbrink. Ja, goedemorgen, Westenberg. Ik zoek Cor van Uggelen. Ga ik voor u proberen, één moment alstublieft. Goedemorgen, ik spreek met Natasja Eetwaarde van Ellen Overbrink. Westenberg, ik zoek Arnold. Ik ga doorvinden, ook. Dank u. De Hans. Ja, godverdomme, die kat gaat in hoger beroep, zeg, wat doen we nu? Wat doen we nu? Kunnen we hem niet gewoon eventjes een kogel door zijn kop jagen? Nee, maar Arnold, even serieus. Een half miljoentje, dat is toch werkelijk niks. Ik bedoel, de schade die ik ga aanrichten, jullie worden helemaal weggeblazen. We hebben getuigd. Ja, is dat zo? Dat weet ik wel zeker. Dat zien we dan maar gebeuren. Maar je laat het gewoon passeren allemaal. Je gaat gewoon door en het hele circus moet je worden opgetuigd. Nou ja, Micha, jij hebt het verloren en jij bent degene die doorgaat, dus dan moet je de zaken niet omdraaien. Maar je moet me niet bellen met een valse naam, je weet dat dat niet mag. Dat is, ja, dan moet je aangifte doen, Arnold. Zeg je? Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Hey, maar je moet wel die vreselijke kruidvat Vivaldi van die telefoon afhalen. Dat is nu al volgens mij al 10 jaar. Ik heb volgens mij 3 jaar niet meer gebeld met jullie. En ik krijg nog steeds die vreselijke kitscherige muziek te horen van... Volgens mij zijn het brandenbusconcerten van Bach. Is het Vivaldi tegenwoordig? Ik bel mijn eigen telefoon, ik ben er nooit, maar... Nee, maar het is geen porum in ieder geval. Geen porum. Nou, een andere oplossing is me gewoon niet meer te bellen. Dat is natuurlijk ermee er ook vanaf. Nee, dat vind ik natuurlijk vervelend. Nee, maar goed, Arnold, kijk, het is natuurlijk een bloedserieuze zaak. Hè. Er wordt natuurlijk zoveel schade aangericht. Dat snap je natuurlijk ook wel. Hè. En ja, ik bedoel, wij kennen elkaar toevallig, weet je wel. Ik bedoel, be reasonable, come on. Jij moet toch ook wel als ervaren advocaat begrijpen dat dit gewoon een bloedbad wordt. En dat het helemaal nergens meer over gaat. En dat Westenberg guilty is as hell en dat hij wel gebeld heeft. Dat staat allemaal vast, weet je wel. En dan moeten we dat hele circus weer gaan lopen opdagen. Dan moet je weer gaan liegen en bedriegen. En weer met intimidaties en corrupte rechters en wrakingen. Nou, het hele circus. Arnold. Ja, ik bedoel, kijk, ik weet het niet. Ik ben gewoon echt niet met je eens, Micha. Ik bedoel, spijt me, maar ik bedoel... Maar goed, nou, maar dan gaan we dus gewoon voor het hof, gaan we dus gewoon weer gezellig elkaar de hand schudden. En dan elkaar een goede zitting wensen. Dat gaat dus allemaal gebeuren over, weet ik veel, 8 maanden of zo. Nou ja, dat wat jij wil, dat wat jij doet. Dus ik bedoel, ja, dat wat je wil. Ik bedoel, jij zet het door, dat. Ja. Ik wil ja, dat. Nou ja, oké, okay. Dan doen we dat. Omdat ik een winnende zaak heb. Iedereen zegt dat. Ja, dat is gewoon een winnende zaak. Ik bedoel, het is door drie rechters vastgesteld dat hij gebeld heeft. Denk je nou echt dat het hof, dat hij nu weer gaat zeggen... Van nee, het is helemaal niks van aan en het is niet gebeurd. Denk je dat? Ja, als je dat denkt, ja, dan be my guest. Maar dat zal dus niet gebeuren. Want we gaan nieuwe getuigen oproepen. Hele circus. Mensen krijgen er gewoon genoeg van, Arnold, van die corrupte rechters. Het gaat door. En jij bent er dus mede schuldig aan dat jij de Nederlandse rechtsstaat ondermijnt. Door gewoon jouw cliënt niet gewoon te zeggen, geef die kat gewoon waar die recht op heeft. Dan ben jij gewoon ja, dat is gewoon zo. Ja. Micha, ik ben het gewoon helemaal niet met je eens, maar het heeft niet zoveel zin dan over te praten. Laten we dat dan bij het hof doen. Dus nou, dat doen we zeker bij het hof, Arnold. Zeker bij het hof. Maar ik verheug me erop. Dus, ja? Je... Nou. Oh ja, wie betaalt jou trouwens? Dat wil ik het nog even weten. Ik ga je helemaal niks vertellen, Micha, want je maakt overal een rel van. Dus ik... Dat is gewoon, ik vraag gewoon wie je betaalt. Ja, dat mag je allemaal vragen. Maar ik heb niet zoveel zin om vragen te beantwoorden als je op deze manier in deze zaak Arnold, weet gaat. Je wel dus, wat die hele zaak mij gekost heeft? Wat ik allemaal niet voor ellende heb? Nee, ik weet het niet, Micha. Dat mag je aan de rechter uitleggen. Ik vind het vervelend dat je jezelf kost. Ja, je had het beter gewoon niet kunnen doen. Maar je moet het zelf weten. Wie is begonnen met dagvaarden? Ja. Wie is begonnen? Ja. Nee, even serieus, Arnold. Ik bedoel, ik heb het niet opgezocht. Hey, ja, ik heb uitgelegd waarom ik vond dat een logische procedure was. Hij heeft de rechtbank me gelijk ingegeven. Als je dat bent of verliest. Maar Micha, we gaan ermee ophouden, want ik moet gewoon weer aan het werk. Wie betaalt jou? Aan wie stuur je je rekeningen? Goede vriend, ik ga jou geen verantwoording afleggen. Nee, het is geen verantwoording. Ik ga ophangen en we gaan lekker weer wat met ons doen in deze mooie dag. Ik weet niet of jij dit niet nuttig vindt, maar... laat ik zo zeggen, Arnold. Ik bedoel, dit wordt nog een heel verhaal, inderdaad. Dit wordt nog een heel verhaal. Nou, dat zullen we belangrijk aan horen. Want het is ook nog zo, Arnold, dat we nu het jubileum vieren. 10 jaar geleden, mag ook wel even gezegd worden, kwam dus de eerste brief van Pels Rijken binnen bij mij. Hè? Precies 10 jaar geleden. Moet je even voorstellen. Okay. Dus nu zijn we dus 10 jaar verder. En de zaak is er niet beter voor geworden, voor Westenberg. Want hij is inmiddels ontslagen en ellende. Ja, ja. Dus als we nog 10 jaar verder zijn, dan wordt het nog weer, het bloed wordt alleen maar groter, niet kleiner. Begrijp dat ook. Nou,
Het tijd mee. Ik ga je onderbreken en ik ga ophangen, Micha, want we komen zo niet van verder. Ik ga dit even opnemen en publiceren. Het is toch weer een uniek gesprek met de advocaat van Westenberg. Mag heel absoluut. Genieten. En dan ga ik een WOP-verzoek indienen wederom om te kijken wie de declaraties van Westenberg betaalt. Want dat is blijkbaar nodig in dit land. Dat je zo ver moet gaan dat je weer procedures moet gaan aanspannen om te ontdekken door wie... Ja goed, het is krankzinnig allemaal, maar zo is het dus inmiddels. Dan moet je dus weer procedures gaan aanspannen. Nou goed. Ik wens jou een goede dag, Micha. Ja, tot ziens. Dag Arnold, doei.